Willem van der Moosdijk, gij zult ziener en genezer worden. Geen gebedsgenezer natuurlijk, want gij hebt pas nog uw kruis, lieve heerken, aan barrels geslagen. Maar mijn kruien kunnen ook een hoop verdienen. En dan wou ik nu uw aandacht vragen voor een heel groot brok ellende in Nederland. Ik ben geen misdadiger. Willem van der Moosdijk. Willem van der Moosdijk. De grote vraag is nog wie van de twee broers de klap met de rubberhamer uitdeelde. Gij zult ziener en genezer worden. Want ik ben 100% van overtuigd dat ik nooit iemand op heb gelicht, in welke vorm dan ook. Willem van der Moosdijk. Willem van der Moosdijk. Uitgestrektheid van Zuidoost-Brabant speelt zich in de jaren 60 een van de opvallendste misdaadverhalen in ons land af. Vandaag de dag nog komen dagjes mensen hier naartoe om te kijken of ze een glimp kunnen opvangen van de wonderdokter van Kasteren. Willem van der Moosdijk heet hij. Van der Moosdijk die leidde hier in de jaren 60 een waar kruidenimperium. Aan ouderen en ernstig zieke verkoopt hij tegen woekerprijzen zijn kruiden die geneeskrachtig zouden zijn. En hij wordt er steenrijk mee. Totdat afro-corrivé Willem Duis in één uitzending het kruidenimperium met de grond gelijk maakt. Hoge bomen in de misdaad gaat vanavond over kruidendokter Willem van der Moosdijk. Hij had een mooi zwart pak aan, een witte sjaal om. Zo'n mooie zwarte hoed. Witte blouse, netjes gestreken, moest ik doen. Een aaier. Verwisselde hij ook iedere dag en dat was hij avond tot, want dat was zijn image. Het was een echte heer. Hij liep als de broer van God, liep hij door zijn, over zijn domeintje daar in Kasteren. Dan zeiden mensen tegen elkaar van, daar komt iemand aan. Hij was de dokter voor de mensen. Maar hij had natuurlijk geen enkele geneeskundige opleiding. Hij had prachtige burgemeester kunnen worden. Dus prachtig, linten doorknippen, maar hij verkocht kruiden. Dus hij zat in bedrog. De zomer van 1967. De kruidenhandel van der Moosdijk is op zijn hoogtepunt. Er rijden 22 busjes die zogezegd geneeskrachtige kruiden in Nederland en België aan de man brengen. Wekelijks komen er tienduizenden guldens cash binnen en van der Moosdijk laat het breed hangen. Een villa met zwembad in Kasteren, bontjassen voor de vrouw, Cadillacs en paarden voor de jongens en voor het hele gezin een privé biljartleraar. Ja, het was een prachtig huis. Ja? Ja, zonder meer. En er stonden de nodige mooie auto's bij. Oh ja? En een zwembad aan de achterkant. Het was een en al wilde. Als mevrouw bontjas wou, dan kwam er een bontjas bijvoorbeeld. Of een gouden armband of een horloge of iets. Ja, dan was het. Hè. Dan werd gekocht en dat kon allemaal. Er was een biljartkamer. Dus daar kun je al zien dat er bepaalde kwartjes binnen waren. En ik had een huisdiscotheek. En we hadden een tafelbiljart en we hadden een hijfkar met paard en wagen en het was gewoon een feest. Elke dag was een feest. Hier in deze straat in Eindhoven wordt Willem van der Moosdijk geboren. In die tijd staan er hier nog piepkleine landarbeiderswoninkjes waarvan het gezin van der Moosdijk met 11 kinderen er eentje bewoont.
Vader van de Moosdijk werkt in de sigarenfabriek en kan zijn gezin nauwelijks onderhouden. Lang leren is er voor Willem dus niet bij. Na 4 jaar lagere school moet hij, net als zijn vader, in de fabriek werken. En dat is het begin van een loopbaan van 12 ambachten en 13 ongelukken. Hun armoede was niet betrekkelijk. Dat was geen, die valt niet te relativeren. Je kon het zien aan alles, dat ze arm waren. Maar je kon het vooral aan hun wezen zien. Het waren jongens die er niet bij hoorden. Ze waren ongezond, laat ik maar zeggen. Ze waren ongezond arm. En die kinderen die moesten op een of andere manier maar proberen om een kostje bij elkaar te scharrelen. Wat deze, die Willem was gehaaid, dacht ik. Hè? Ja, ja nou. Willem wordt uit vrijwel elk baantje ontslagen. Het werk verveelt hem. En hij kan zijn handen niet van de spullen van de baas afhouden. Dan breekt de oorlog uit. En dat zijn goede tijden voor de ritselaar Willem. Op de zwarte markt handelt hij in alles wat los en vast zit. En voor het eerst van zijn leven komt er geld binnen. Maar na de oorlog is het weer armoedtroef. Willem ontmoet zijn grote liefde, Ria. De eerste jaren van hun huwelijk wonen ze uit geldgebrek in bij zijn schoonmoeder. Willem raakt meer en meer bedreven in liegen en bedriegen. Niets is heilig voor het goede doel, zijn eigen portemonnee, zelfs de kerk niet. Hij heeft groot succes met het oprichten van pastoors van verschillende kerken. Hij hangt een zielig verhaal op over de armoede waaronder hij en zijn gezin lijden. En de biechtvaders geloven hem en geven grif. Ach, moeder Maria, dat je nou zo diep in de puree, dieper als ooit tevoren. Je kindjes lijden honger, dat weet ik. En onze Ria, ach, onze Ria, die is beetje bij beetje gek aan het worden. En de moeder, oh, moeder Maria, die wil ons met koters en al de straat op flikkeren. Dank u wel, meneer pastoor. Van het op deze wijze verkregen jankgeld koopt Willem sigaren, cognac en taart. Om even later weer in grote armoede te vervallen. Die Willem, die fantaseerde alles bij elkaar. Hè. Fantaseren en rijk worden. Zoals je weet, die arme mensen die zeggen, ik wil rijk worden, ik wil... En zo was Willem echt. Ja, ik kon het vertellen. Ja, echt smakelijk vertellen. Dat iedereen echt geloofde, hè. Dat is het. Dat is het laatste wonder wat we nog hebben. Inmiddels is Van de Moosdijk vader geworden en krijgt het gezin een eigen huisje. Willem werkt formeel bij Philips, maar heeft zich ziek gemeld en chagert wat bij. De financiële zorgen zijn nog steeds groot als hij ineens het licht ziet. Na een bezoek aan de populaire gebedsgenezer Johan Maasbach krijgt Willem 's nachts een visionaire droom. En die stem die zei, jij gaat mensen genezen in de toekomst. Willem van de Moosdijk. Gij zult ziener en genezer worden. Heb je dat ooit gehad? Ja? Ik heb het nooit gehoord. Ik geloof niet in visioenen, maar Willem zelf waarschijnlijk ook niet. Op een bepaald moment ben je over die drempel. Over de drempel van, nou moet ik er zelf in gaan geloven, want anders ben ik echt de schooier. Willem van de Moosdijk. Mijn kruiden kunnen ook heel wat verdienen. Die droom heeft hij echt gehad. Want het is gebeurd. Het is bewezen. Kruiden. Een gouden idee. Een vriend en buurman van de Moosdijk doet al goede zaken met geneeskrachtige kruiden. Willem ruikt geld en hij denkt het nog veel beter te kunnen. Hij koopt een paar zakjes met kruiden, mengt ze door elkaar en stapt in de bus naar België. Daar in België schijn je goede zaken te kunnen doen. En met vlotte praatjes palmt hij zieke en bejaarde Vlamingen in. Langzaam maar zeker ontstaat het Kruidenhuis Holland. En op een gegeven moment had hij in de bus gehoord
dat daar iemand woonde die last had van wormen. Dat was een dikke vrouw, dat was een marketenster, zeggen ze in België. Die lag in de bedstee, die had last van wormen. En mijn vader gaat er naartoe en hij zegt, ik ben de wonderdokter uit Holland. Als de dokter was uitgekaart, of als de dokter een keer geen tijd had of zoiets, dan zochten ze naar andere middelen en dan kwamen ze bij kwakzalvers terecht. Dat was in die tijd nog een vrij veel voorkomend verschijnsel. Er was geen markt of er stond wel een kwakzalver. 14 dagen later kwam hij terug. Die mevrouw die gaat op terzij liggen. Maar intussen had mijn vader in een vogelwinkel van die wormpjes gekocht. En die gooide mijn vader achter haar kont, gooide ze zo in haar bed. En op een gegeven moment die beestjes gaan kriebelen door die warmte. En op een gegeven moment zij voelt en zij kijkt, je bent een wonderdokter. Want ik ben genezen. Vindt u het nou niet verbazingwekkend dat de mensen hem geloofden? Nee. Het verhaal wat hij vertelde was zo geloofwaardig. En hij zag het in een speciale categorie mensen die goed geloven waren. Eenvoudige mensen. Hij gaf mensen valse, wat later bleek, vaak valse hoop. Hij gaf vertrouwen. En de mensen geloofden in die kruiden. Het was een ras-echte verkoper, oplichter. Van de Moosdijk noemt zich inmiddels de kruidendokter. En iedereen wil zijn kruiden. Tijd om de mensen te bezoeken heeft hij niet meer. Hij houdt nu spreekuur aan huis. Van de Moosdijk plaatst advertenties in Belgische en Nederlandse kranten en het resultaat is verbluffend. De mensen komen van heinde en ver. Dag mevrouw, goedemorgen. Mag ik u wat vragen? Ja. Waar woont de kruidendokter? Oh, dat moet u terug. Ja. Het gaat Van de Moosdijk voor de wind. In een splinternieuwe limousine rijdt hij door de dorpen in de omgeving van Kasteren. Daar bezit hij inmiddels een grote villa, compleet met zwembad, stallen en een grote lap grond. Goedemorgen, goedemorgen, dag meneer. Het is heel lang geleden, hè? Maar weet u nog waar de kruidendokter woont? Kruidendokter? Ja. Dat weet ik wel, ja. Ik zie de praktijk van mijn vader nou heel goed. Ja? Ja. Is het zwembad er nog? Het zwembad is er ook nog. Tjonge. Ja. Ik heb een perfect geheugen. In mijn gedachten zie ik al die mensen lopen. Ja. En die liepen dan langs ons huis. En dan stond ik daar achter dat grote raam. En dat vond ik prachtig, hè. Weer mensen, hè. En het werd steeds drukker. Oh, dat vonden wij gewoon prachtig. Bussen kwamen uit België, toen de tijd. Bussen met mensen, die daar aankwamen. Kregen daar koffie en zo. En ze gingen allemaal met een zak naar huis toe. Dat was een welvarend gedoetje daar. Hij had chauffeurs rijden die de klanten aanbrachten. Maar die chauffeurs waren heel slim, want die moesten dan met de kruidendokter de klant uithoren wat ze eigenlijk mankeerden. Ja. En dan werden ze keurig netjes ontvangen met een kopje koffie door een juffrouw in een witte schort, rok. En dan kon de chauffeur ondertussen vertellen wat de patiënten mankeerden. Niet alleen loopt het storm bij zijn huis, ook heeft Van de Moosdijk inmiddels 22 busjes rondrijden. De chauffeurs moeten zijn kruiden door het hele land aan de man brengen. Het beste wat je kunt doen, zegt hij, dat is aan een kruidenier aanspreken of een melkboer aanspreken. Wonen hier nog zieke mensen in de buurt? Ik zeg, wat? Ik zeg, de zieke mensen? Ik zeg, ja, je kunt ook veel beter als je in een buurt zit waar een dominee zit of een pastoor, dat je daar naartoe gaat en vraagt of daar in de parochie of in de gemeente of daar nog zieken zijn. Ik zeg, nou, ik zal het proberen. En ze moest kijken of ik geld heb. En pakt hij deze zak, een bundel met geld. Deze zak, een bundel met geld. Uit zijn dinges, uit zijn jasje, uit zijn overhemd. Uit zijn binnenzakken overhaal hij honderden gulden vandaan. Dan reken je s'avonds af en dan vind je zo'n pak geld met wat ze zakken. En dan broert! En dan kreeg ik er eentje van, een brief van 1000, hè. Dan moest een brief van 1000 uit. Dat is het idee. Ja? Moest ik alles bij elkaar trommelen om te kunnen wisselen. Maar ja, de eerste keer fopte hij me. En de tweede keer niet, maar ik zorgde wat voor 1000 gulden terug had. Dan had hij voor 300 of 400 gulden sorteerd. Dat typeert hem ook dat hij hier door de dorpen reed in Brabant. En dan reed hij in een Oldsmobile of een grote open auto met zijn vrouw ernaast. Als de keizer en de koning of de koning en de koningin. En achter hem reed dan een hele stoet met busjes Kruidenhuis Holland. En dat vond hij fantastisch. Daar reed hij zo als, ja, als de man die het gemaakt had.
die kruiden die moesten 125 gulden kosten, de pak. En, maar je mocht ze ook verkopen voor, als uiterlijke noodzaak voor 35 gulden. Maar dat moest uiterlijke noodzaak zijn. Maar dan moest je eerst eens rondkijken bij die familie. Hoe is die hier gesteld? Ziet het er netjes uit? Dan is het duur aangekleed of het een of ander. Nou, dan vraag je meer. Want we hadden één soort kruiden en die werden gemengd daar. Dus de gouden kuur, de zilveren kuur, en dat was eigenlijk... Het was alleen een verpakking zo, hè? Oh, maar het waren dezelfde kruiden? Het waren, ja, volgens mij dezelfde kruiden. En noem maar van koper naar goud, hè? Ja. De koperkuur? Ja, bij wijze van het goedkoopzakje en het duurzakje, hè? En de goudkuur? En de goudkuur, hè? Dat was het duurste, denk ik, hè? Die man misschien ook nog, hè? Het was bedrog. Laten we daar eerlijk in zijn. Het was gewoon bedrog. En dat wist Willem best. Als ik jou wijs kan maken dat ik 100 gulden beur per dat glaasje wijn. En je zegt, ja, hé. Hey, of je gaat het meer akkoord. Wie is aan de zaak beluisterd? Ik of jij weigen? U bedoelt dat zijn klanten gewoon dom waren? Ja. Van der Moosdijk richt zijn pijlen op de wanhopigen. Mensen die door de gewone dokter of specialist niet meer geholpen kunnen worden en die geloven in het wonder dat Van der Moosdijk met zijn kruiden belooft. Ze zijn bereid hun laatste spaarcenten aan de kruidendokter te geven. Ik kwam bij die mensen aan, er was één patiënt bij. Nou, hij zei, ik zal het eens laten zien wat ik heb. Hij maakte zijn hele body los en liet me op de rug zien. Het zat een en al etter en uitslag. Moet je daaraan kruiden verkopen? Mijn geweten zegt van niet. Maar hij hielp die mensen van de pijn af. En dat vonden die mensen nog eens leuk. Dus daar waren ze blij mee. Hij zei niet, als je kanker had, als je die kruiden denkt, wordt het beter. Noem maar iets, hè. Heeft je nooit gezegd. Hier in het Brabants Historisch Informatiecentrum hebben we drie hele dikke mappen gevonden over Willem van der Moosdijk. Deze map alleen bevat de processenverbaal van de gedupeerden uit België. Die dus bij de politie hun verhaal hebben verteld. Het varieert van mensen met hartklachten tot bijvoorbeeld een mevrouw met ernstige rugpijnen die bij Van der Moosdijk thuis wordt ontvangen. En ze zegt tegen de politie, een bediende presenteerde ons koffie en Van der Moosdijk schonk mij een bloem. Van der Moosdijk zei tegen mij dat mijn ziekte een speciaal geval was. Ik zou alleen baat vinden bij aparte kruiden voor een goudkuur. En hij zei dat een pak van deze kruiden 34.000 Belgische franken moest kosten. In die tijd dus 1750 gulden. Kijk, het waren niet de rijken die bij hem in de wachtkamer zaten. Het waren niet de ontwikkelden. Het waren mensen die alles hadden gemist, in feite. Die een huisje hadden gekocht en dat nu gingen verhypotheken om Willem zijn rekeningen te kunnen betalen. Dat vind ik hard. Je kreeg een koude rilling over je lijf. Het was zo verschrikkelijk. Mensen met Mongoliede kinderen of een kind. Die zou hij kunnen genezen met zijn kruiden. Nou, dat kan dus nooit. Nee. Mensen met ernstige hersenletselen. Half verlamd. Ik heb het zelfs gehad, een man die op sterven lag. Kom ik daar. Ik ben onverricht ter zake vertrokken, want ik heb er niet meer over gesproken. Want u wilde dat niet? Nee. Nee, dat doe ik niet. Heeft u dat ook tegen Van der Moosdijk? Heb ik ook tegen Van der Moosdijk gezegd. En wat zei hij? Ja. Ja, zo zie je het, hè. Dat je er niks van waard bent. Hij vond het u het niet goed, hè? Nee. Ik deed het niet goed. En toen? Toen kreeg ik ontslag. Er komen steeds meer berichten dat de kruiden niet helpen. En dat de dokter een oplichter is. Beloftes dat Van der Moosdijk geld teruggeeft als de kruiden niet helpen, komt hij nauwelijks na. Mensen voelen zich bedonderd. De eerste rechtszaken worden gevoerd. En hij krijgt een boete van 3000 gulden voor het onbevoegd uitoefenen van de geneeskunst. Maar dat kan Van der Moosdijk weinig schelen. Hij betaalt contant en daarmee is voor hem de kous af. Er moest een halt toegeroepen worden. Want dat ging veel te ver. De magier die nodig was om deze man te ontmaskeren, zat natuurlijk op de televisie. Was Willem. Willem Duis, ook een Willem. En dat heeft gewerkt. Dat was ongelooflijk hoe snel dat toen ging. En dan wou ik nu u aandacht vragen voor een heel groot brok ellende in Nederland. En ik acht het een zodanig belangrijke zaak dat ik er wel enige
ruime zendtijd aan wil wijden. Een week voor die Duis-uitzending. Toen hebben we nog een 10-jarig jubileum gevierd. Dat was heel luguber. De harmonie kwam bij ons. Voor de deur kwamen ze zijn melodietje spelen. En een week later kwam hij voor de vuist weg. Van Willem Duis. Dus dat was heel luguber. Kruidenhandelaar van Moosdijk uit Kasteren in Noord-Brabant. Door één krant genoemd de Rasputin van Noord-Brabant. Zo noemt hij zichzelf voor. De wonderdokter uit Kasteren. Er staat niet boven advertentie. Eind 1968 is er de beruchte uitzending van Willem Duis. De gedupeerde Ehrenberg heeft een groot aantal klachten verzameld en zit samen met chauffeur Wildeboer Schut in de uitzending. En daar vertellen ze aan 7 miljoen kijkers dat Van der Moosdijk voor grof geld soepgroenten verkoopt. Ze nemen het woord oplichter niet in de mond, maar alles wat ze zeggen wijst in die richting. U bent genezen. Het moet een goudkuur zijn, maar volgens de hier aanwezige chauffeurs is dit dezelfde zak die ook voor 125 gulden wordt verkocht. Zij betaalden hiervoor 250 gulden. Zij trekt AOW en kinderen en ze hebben gezamenlijk deze zak betaald. Willem van der Moosdijk is niet aanwezig. Hij is een paar uur voor de uitzending uitgenodigd. Maar hij vindt dat hij geen tijd heeft om zich goed voor te bereiden. En hij bedankt voor de eer. Van der Moosdijk ziet de uitzending thuis. En ik zat bij hun in de kamer en de meneer zei, goh, weet je wel. En dat hij opstond en jij moet je daar horen en zo. En dat weet ik allemaal nog wel. En, hij trok allemaal een sigaar. En er werd wat bekonkeld door die chauffeurs. Er werd gesproken en door mijn moeder gesproken. Mijn moeder zei, zet die televisie nou maar af. Ho, ho, zei mijn vader, jullie moeten allemaal je mond dicht houden. Ik wil weten wat hij gaat zeggen. Willem van der Moosdijk is nu een nationale boef. En zijn huis in Kasteren een favoriete bestemming voor ramptoeristen. Van der Moosdijk realiseert zich pas na de uitzending hoe schadelijk de publiciteit is. En hij vraagt de AVRO om een weerwoord. Dat krijgt hij. De week erna. Laat Willem Oduis bij de vissen blijven. Laat Willem Oduis bij de revuemeisjes blijven. Wij houden allemaal veel van Willem Oduis. Maar wat hier is gebeurd, mag nooit meer voorvallen. Want het is iets verschrikkelijks dat een jonge zakenman zo af wordt geknapt in een half uur een bedrijf. Dat mijn verschrikkelijke liefde is opgebouwd. En dat ik iets verschrikkelijk vind, dat ik onderaan door het publiek gelunst ben, net als in een Bonanza-serie, daar ziet u ook iemand. Daarnaast spant hij een kort geding aan tegen de AVRO en tegen Willem Duis. Hij verliest het en wordt en passant door de rechter als kwakzalver gekenschetst. En toen is eigenlijk alles kapot gegaan. Dus, er was geen wagen meer op de weg. De busjes werden bekogeld met stenen, er werd niet meer getankt. Busjes die werden omgegooid in de sloten. Wij werden op school afgeslagen. Het was gewoon een complete hel. Overigens blijken de kruiden geen soepgroenten te zijn, zoals op tv is beweerd. Duis laat de kruiden wetenschappelijk onderzoeken. Of ze geneeskrachtig zijn, blijft de vraag. In elk geval zijn ze onschuldig. Als ik het goed begrepen heb, is uw zaak kapot nu. Volledig. Wat gaat er nou gebeuren? Wat gaat u nou doen? Waar gaat u nou van leven? Kunt u het mij vertellen? Maar waar wil u dan van leven in de toekomst? Dat weet ik op het moment niet, maar in ieder geval niet van de sociale bijstand, want daar krijg ik bijna geen, op zijn Brabants gesproken, bijna geen flikker van. In Nederland en België is de hel losgebroken. Anti-Van der Moosdijk-comité's worden opgericht, advocaten worden ingehuurd, honderden ontevreden klanten eisen via de rechter hun geld terug. En Van der Moosdijk vraagt in 1971 noodgedwongen zijn faillissement aan. Alles wordt verkocht, behalve zijn villa in Kasteren, waar hij door een trucje kan blijven wonen. Maar het blijft niet alleen bij financiële claims. Willem van der Moosdijk die wordt in 1972 tot 9 maanden gevangenisstraf veroordeeld. Wegens het opzettelijk, listiglijk, valselijk en bedriegelijk aan de man brengen van kruiden die spotgoedkoop zijn, maar die hij voor heel veel geld verkoopt. Dit gebeurde ook 200 jaar geleden. Als iemand iets vreemds deed, dat iemand niet kon begrijpen, dan werd hij gepakt. En naar de markt gebracht en verbrand of opgehangen. En in deze tijd, in 1972, is het nog precies hetzelfde. Eer had hij toch nog. Hij liep nog steeds met zijn hoedje op, een mooie zwarte jas aan, wandelstok. Knoopzat. Hij had nog steeds een eier hoor. Die deed hij echt niet weg. Nee. Het gaat niet goed met Willem van der Moosdijk.
Met 9 maanden gevangenisstraf in het verschiet en de wetenschap dat zijn gezin weer in armoede zal vervallen, ziet hij er geen gat meer in. Hij slikt kalmeringspillen, hij is aan de drank en een zenuwinzinking nabij. In de weken na het vonnis logeert broer Frans, die net uit de gevangenis is ontslagen, bij Willem. Samen beramen ze een plan om uit de financiële sores te komen. Toen de zaken nog goed gingen, kwam er in Kasteren regelmatig een geldwisselaar van het grenswisselkantoor langs, om de door Van der Moosdijk verdiende Belgische francs om te zetten in guldens. Van der Moosdijk, nu failliet, zegt nog veel Belgische francs in huis te hebben en laat de geldloper opnieuw bij hem langskomen. Die heeft in zijn koffertje meer dan 1 miljoen gulden. Om ongeveer 10 uur zal de politie hier beginnen met de reconstructie van het misdrijf. De officier van justitie, meester Hulleman, hoopte op die manier erachter te komen wat er precies gebeurde op de 10 november 1972. Toen de gebroeders van de Moosdijk de 43-jarige kassier Tom de Lange in het riante kantoor van de kruidendokter neersloegen. Nou, die komt er aangelopen met die tas geld. En die gaat bij mijn vader zijn kantoor binnen. En toen zei mijn vader, heb je daar geld bij? Ja, daar heb ik bij. Een van de twee broers haalde een rubber hamer tevoorschijn en sloeg kassier de Lange neer. Wie? Dat hoopt men door de reconstructie te weten te komen. Ze lopen naar de wagen toe. En broer Willem trapt het gaspedaal diep in en verdwijnt in de verte. Alleen een stofwolk achterlatend. Toen is hij gevlucht. Hij is hier in de bossen, heeft zich vastgereden, ja. Eerst in de blub hier. En later tegen in de struik, en ik kon nu voor wat eruit met de wagen. En toen zijn ze gelopen. En ja, terwijl... Willem en zijn broer. Willem en zijn broer. Ja. Met een hoop geld. Maar dat wisten ze ook nog niet hoeveel dat ze buiten hadden gemaakt. Nee. Hoeveel was het nou uiteindelijk? Ja, de geruchten gaan tussen de 1,2 en de 1,5 miljoen guldens. Waarom heeft hij het gedaan, dit? Nou, van mijn vader uitgezien was de wanhoopsdaad. Een vlaag van verstandsverbijstering. Hij wist op een gegeven moment niet meer wat hij zoeken moest. Hij had diezelfde nacht valiumtabletten op. Hij had cognac op. Hij is doorgedraaid, hij is gek. Ja. Anders doe je dat niet. Normaal... Was hij toerekeningsvatbaar, laten we het zo zeggen? Nee, hij was hartstikke gek, anders doe je dat niet. En toen? Toen was hij een paar dagen zoek. De politie dacht wel, omdat hij zo'n vaderfiguur was en erg veel van zijn gezin hield. Die komt echt terug, die blijft niet lang weg. Nee. Toen kwam er een telefoon binnen en daar werd verteld dat je vader, die ligt hier 100 meter achter in de bosjes. Toen heb ik de fiets gepakt, als jongen van 16 jaar. Toen ben ik daar zo naartoe gefietst, daar, achter die weilanden. Ja. En toen riep ik vanuit de verte, Willem, Willem. En toen kreeg ik even geen antwoord, dus ik riep weer een keer, Willem, Willem. En toen riep hij op een gegeven moment, Frans, Frans, hier ben ik. En toen liep ik krom, liep ik zo naar hem toe. Via die wei, over de prikkeldraad, liep ik zo tussen de bomen, liep ik naar hem toe en dan lag hij. En toen zei hij, kom maar voor mij liggen, zegt hij, hier is lekker warm. En hij had die fles cognac bij, moet je ook een slok hebben? Ja, ik lust wel een slok, want ik heb het toch koud. Dus op een gegeven moment ben ik hier gaan liggen. En toen pakte hij die overjas en die trok hij over mij heen. Laat ze maar zoeken, zegt hij, hier vinden ze ons niet. Ze hadden een cordon om zijn zandhoeven gelegd. Want ze dachten, hij komt naar huis. Hij moet naar huis, Willem moet naar zijn vrouw. Maar hij is op zijn buik door de tuinen gekropen in de omgeving van zijn boerderij. En de politie heeft hem niet gezien. En 's nachts heeft hij bij zijn vrouw gezeten. Nou, dat vind ik een deerniswekkend verhaal. En 's morgens heeft hij zich aangegeven, de keizer. De Rijkspolitie heeft vanochtend de kruidendokter van den Moosdijk gearresteerd. Deze had vorige week een bankbediende van 1/210 miljoen gulden beroofd. Er is nu nog ruim 1 miljoen zoek. Denkt u die terug te vinden? We hopen het. Er is op het ogenblik dus een zoekactie aan de gang in de bossen van Vessem, waaruit dus nog moet blijken of dat geld inderdaad, zoals Van der Moosdijk heeft gezegd, al daar zou zijn verstopt. Op een gegeven moment zegt hij, ik zal eerlijk zijn, ik heb die man nooit op zijn kop geslagen. Ik ben geen misdadiger, ik ben geen deugniet. Dat zei Willem van der Moosdijk. Ik ben de man van onschuld.
En ik zal wijzen waar ik het geld begraven heb in de bossen van Wessum. Bent u ten volle bereid om mee te werken om dit geld te vinden? Natuurlijk. Waarom natuurlijk? Heeft u er belang bij als het vinden? Ik heb u wel bang. Dat speelt mijn gevangenschap. Toen hebben ze de genietroepen uit Vught laten komen. Die hebben het bos minutieus onderzocht. Maar er kwam veel publiciteit. Dus er waren duizenden gelukzoekers die hier naartoe trokken. En al met schopjes en met radardictoren, wat er toen was, ja, gingen zoeken. Want daar ligt ruim 1 miljoen gulden, dacht iedereen. Maar niks. Niemand heeft iets gevonden. Nee. Ah, daar schiet je niks meer op. Wat wil u zeggen, meneer Van Maasdijk? Dat ik 3 jaar een stuk als een dier op ben gejaagd en helemaal geen zin is aan de grond gegaan. Dat wil ik u maar zeggen. Ik ben geen misdadiger. Kom dan maar, het is goed geweest. Er wordt nog geen tiende deel van de buit teruggevonden. Justitie wil Van de Moosdijk hard aanpakken. In plaats van de eis van 2,5 jaar plus TBR krijgt hij nu 4 jaar gevangenisstraf plus ter beschikkingstelling van de regering. Na een paar jaar in de cel moet hij nog 1,5 jaar in het Rijkspsychiatrisch Instituut in Eindhoven verblijven. In dat rapport van die Rijkspsychiatrische inrichting staat dus dat hij hier ernstig depressief was, op de rand van een psychose. U bezocht hem toen ook, hè? Ja. Was hij, hoe was hij eraan toe, daar toen? Nou, in het begin heeft hij het wel slecht gehad, ja. Dat durf ik gerust te zeggen. En toen waren wij ook echt emotioneel onderworpen. Er geen grappen gemaakt. En wij waren ook echt doodserieus. Ik vond eigenlijk niet dat hij dat verdiend had. Nee. Want hij was best wel, ja, ik vond het gewoon een aardige man. Hij is er niet aan kapot gegaan, hoor. Want een miljoentje zat nog ergens. Volgens de overlevering van de familie van de Moosdijk is de buit via opa uiteindelijk bij Willem in de Rijkspsychiatrische inrichting terechtgekomen. En van daaruit heeft hij het gewoon achter het kruisbeeld van het kerkhof in die inrichting heeft hij het verstopt. Hier tussen het struikgewas lag diep verborgen het miljoen van Willem van de Moosdijk. Hij heeft een nadergevangenis gewoon voor kunnen leven. Ja. Vermoedelijk wel. Is nooit bewezen, maar de mensen in Kasteren, die, ja, die zeiden, nou, hoe kan het nou dat iemand ineens weer zoveel geld heeft? Hij kon zich alles permitteren en dat deed hij ook, daar was hij ook niet benauwd in, hij liep weer als een vorst door het dorp. Maar betaalde hij toen nog met briefjes van 1000? Ja. Nog steeds? Ja, nog steeds, ja. Hij leefde goed van daarna nog, hè. Hij had nog zo steeds een anjer en het leven ging niet minder, maar ik heb hem toen eigenlijk een beetje uit het oog verloren, maar waar het gebleven is, in ieder geval niet in het bos hier, denk ik. Kon hij mensen genezen? Ja, hij kon mensen genezen. Ja? Ja. Meer dan kwakzalver. Genezer niet. Nee. Nee, hij dacht echt, meen ik, dat hij mensen kon helpen, echt waar. Dat is geen betekenis. Nee. Als ze in zijn praatjes geloofden, dan waren ze wel een stukje van de klachten kwijt die ze hadden. Als hoofdpijn, nekpijn. Maar echt genezen? Nee. Ja, ik ben misschien ook pessimist geworden daar, maar ik geloof er niet in. Het is allemaal zo vanzelfsprekend gegaan. Dat ik heb het nooit zo erg bedoeld. En sommige mensen wilden het zelf. Ze kwamen hier. Ik heb het spelletje gespeeld. Ik heb mijn best gedaan. Willem van de Moosdijk is inmiddels 80 jaar oud. En hij heeft vermoedelijk nog goed van het miljoen geleefd. Een goedlopende handel als met de kruiden heeft hij nooit meer gehad. Vanuit het raam van zijn Brabantse huis kijkt hij met weemoed terug op zijn roemruchte jaren. Met nu een andere droom. Een Hollywoodfilm over het leven van Willem van de Moosdijk.